Welkom bij deze online sessie voor de jaarlijkse release 2022. Naast mij staat mijn collega Erik Bolk. Welkom. Mijn naam is Jacques Teunissen en niet in beeld, maar wel aanwezig is ook een collega van ons, Barbara Hasselaar. Zij verzorgt de vragen die jullie kunnen via de chat aan ons kunnen stellen en die wij zoveel als mogelijk ook aan het eind van deze presentatie proberen te beantwoorden. De presentatie duurt ongeveer 55 minuten tot een uurtje. En er is voldoende gelegenheid om vragen die jullie inderdaad willen stellen en gaan stellen te beantwoorden. Dus in totaal ongeveer 5 kwartier. We gaan het hebben over de jaarlijkse release 2022. Daar zie je hem staan, een afbeelding ervan. Het document wat sinds de 30e, of eigenlijk moet ik zeggen 29 september, al beschikbaar is op de website van COW, www.rw.nl. Nou, we gaan niet alleen maar met jullie kijken wat de inhoud is van de jaarlijkse release. We gaan ook even een paar andere dingetjes met jullie doornemen en ook een klein vooruitblikje op wat we verder gaan doen nog dit jaar richting de jaarlijkse release van 2023. En we hebben een programmaatje gemaakt met onderwerpen die we met jullie willen doornemen. Als eerst even wat algemene zaken met betrekking tot de jaarlijkse release. Vervolgens neemt Erik jullie mee in een evaluatie van de 2021 versie. Dan uiteraard, en zal het grootste deel van deze presentatie zijn, over de inhoudelijke wijzigingen. We vertellen iets over een naslagwerk wat wij ter beschikking stellen. En dan nog een aantal sheets over en wat hierna aan bod komt. Eerst even terug naar die jaarlijkse release. Eigenlijk de vraag: waarom doen we eigenlijk een jaarlijkse release? Nou, we geven een jaarlijkse release uit om ervoor te zorgen dat jullie eigenlijk altijd kunnen beschikken over een actuele systematiek. Zoals je weet. Verschijnt RW altijd in jaarversies die om de 5 jaar worden gepubliceerd. En in het verleden was het maar heel zelden dat er tussen die 5 jaar in een wijziging werd gepubliceerd, waarin datgene wat in die afgelopen jaren was gepubliceerd ook daadwerkelijk als verplichte tekst werd meegegeven. We vinden dat nu wat weinig en we hebben gezegd: nee, dat moeten we eigenlijk elk jaar doen. Daarmee beschik je gewoon over de meest actuele systematiek. Nou, dan gaat het natuurlijk voor een belangrijk deel over wet en regelgeving die van toepassing is binnen een RAW-bestek. En denk daarbij ook aan de UAV. In het kader van de wetkwaliteitsborging is er nu een herziening van de UAV 2012 aan de gang. Wanneer die herziening doorgevoerd is, zullen wij ervoor zorgen dat ook RAW daarop is aangepast. En dat zal dus mogelijk al in 2023 het geval zijn en niet pas in 2025. Dus actuele wet en regelgeving en ook actuele publicaties waarnaar wordt verwezen. Nou, dat kunnen onze eigen COW-publicaties zijn. Denk aan verkeersmaatregelen bij werk en uitvoering, of het werken met verontreinigde grond of kabels en leidingen. Maar dat kunnen ook publicaties zijn die door derden worden uitgegeven, zoals de normen, hè, de NEN-normen of de NEN-normen. We zorgen ervoor dat als daar wijzigingen zijn, dat die wijzigingen worden verwerkt in de systematiek, RW-systematiek. En dat die systematiek, die aangepaste systematiek, dan ook zo snel als mogelijk beschikbaar is voor de bestekschrijvers om dat in de contracten op te nemen. Ook verwijzingen naar websites worden jaarlijks door ons gecontroleerd om daarmee te kijken of als wij verwijzen naar andere websites, dat die verwijzingen actueel zijn. En zo niet, passen we dat uiteraard aan. Nou, dat is één reden, zorgen dat je een actuele systematiek hebt. En de tweede is om ervoor te zorgen dat RAW-teksten sneller beschikbaar zijn. Ik heb net al gezegd, als we iets aanpassen, willen we dat ook snel beschikbaar stellen. Maar dat geldt helemaal voor geactualiseerde hoofdstukken, herziening van hoofdstukken of nieuwe hoofdstukken. Als die middels een tervisielegging en definitieve teksten beschikbaar zijn, dan kun je met behulp nu van de jaarlijkse release die ook direct terugvinden in je bestekmaakprogrammatuur. En kunnen die ook direct worden gebruikt door de bestekschrijvende organisatie. Nou, ik ga het toch even noemen. Wij maken onderscheid tussen actualisatie, herziening en nieuw. Nou, nieuw spreekt denk ik voor zich, hè. Dat is iets nieuws wat wij gaan toevoegen aan de systematiek. Actualisatie betekent dat alles eigenlijk zoveel als mogelijk bij het oude blijft, maar wel even gekeken wordt of het nog wel voldoet aan de huidige stand. Dat kan met uitvoeringswijze te maken hebben, dat kan met materialen te maken hebben. En dat kan dan met inderdaad met verwijzingen, normen of technische eisen te maken hebben. En een derde mogelijkheid is een herziening
van een hoofdstuk, een deelhoofdstuk en de daarbij behorende resultaatsbeschrijving. En dat betekent dat eigenlijk altijd samen met een werkgroep gekeken wordt van feitelijk van begin af aan hoe wij weer een dergelijk hoofdstuk willen gaan opzetten. Die worden ook feitelijk altijd ter visie gelegd en worden daarmee ook altijd definitief als hoofdstuk weer vastgesteld. Dus mocht je een tervisielegging zien, dan lees je altijd voorop: is het een actualisatie, is het een herziening of is het iets nieuws? Nou, tot zover. Bij de jaarlijkse release, waarin we 2021 de eerste versie hebben uitgegeven, hebben we wel afspraken gemaakt. Niet alleen voor ons, zodat we weten waar wij ons aan moeten houden, maar ook voor jullie als gebruiker, zodat je weet wat je van ons mag verwachten. Nou, het eerste is dat een jaarlijkse release gepubliceerd wordt als een wijziging op de standaard. En daarmee is het ook, omdat het een wijziging is, is het daarmee vanaf een bepaalde datum ook een verplichte systematiek geworden. Dus niet meer facultatief, wat een tervisielegging wel is of wat een definitieve tekst wel is. Dat is wel vastgestelde systematiek, maar niet verplicht om te gebruiken. Middels deze wijziging, dus middels de jaarlijkse release, is het dat wel geworden. We geven van de jaarlijkse release alleen een PDF-bestand uit, tenzij er zoveel vraag blijkt te zijn naar een gedrukt exemplaar dat we daadwerkelijk wel gaan overwegen om dat te gaan doen. Maar iedereen kan tegenwoordig zelf ook van internet bestanden downloaden, printen, inbinden. Zodat wij verwachten, en dat hebben we vorig jaar ook wel gezien, die vraag niet zo groot is. Dus vandaar op dit moment alleen als een PDF-bestand beschikbaar. Heel belangrijk, denk ik, voor bestekschrijverorganisaties is de afspraak dat in een jaarlijkse release geen resultaatsbeschrijvingen worden omgenummerd. Dat is voorbehouden aan de vijfjaarlijkse versie, de zogenaamde jaarversie. Dus als een resultaatbeschrijving vervalt en die hoofdcodes er daarmee vrij komen, wordt die voor het eerst pas weer gebruikt in de eerstkomende jaarversie die in 2025 zal verschijnen. Nieuwe resultaatsbeschrijvingen krijgen altijd een op dit moment vrij nummer. Nou, bestekschrijfsoftware gelijktijdig gereed. Dat is het streven uiteraard. Volgens mij is dat dit jaar ook gelukt. Daar zal Erik ook nog wat meer over gaan vertellen. Maar het mag niet zo zijn dat wij op enig moment, het streven zal altijd eind september, de jaarlijkse release klaar hebben. En dat je dan nog maanden moet wachten op het feit dat ook de software klaar is. We proberen dat, en dat doen we ook met de beide leveranciers, zo goed mogelijk af te stemmen dat dat op hetzelfde moment kan. Nou, de publicatie in de kennisbank met een archieffunctie. Dat betekent dat als je digitaal zoekt, dat je meteen die versie krijgt waarin alle wijzigingen die in een jaarlijkse release vermeld staan, zijn verwerkt. Dus kijk je in onze kennismodule en je zoekt op standaard 2020, jaarversie 2022, dan krijg je meteen één versie met de standaard en daarin verwerkt, de standaard 2020, maar daarin verwerkt alle wijzigingen die in de jaarlijkse release naar voren zijn gekomen. Met een archieffunctie, want als je een contract hebt uit 2020 of met de jaarversie 2021, dan kun je ook daarvoor kiezen om die te selecteren en dan heb je ook dan altijd de versie met de juiste wijzigingen daarin verwerkt. En als laatste zie je staan dat wijzigingen cumulatief zijn. Nou, om even aan te tonen wat we daar precies mee bedoelen, hebben we een kleine animatie gemaakt. In 2020 hebben we een standaard ROW-bepalingen uitgegeven, 2020. En in 2021 kwam daarbij de wijziging september 2021. Dus op dat moment, als je een contract had wat op basis van die documenten was geschreven, dan lees je in deel 3 van jouw bestek 010101 van toepassing is de standaard ROW-bepalingen 2020, inclusief de jaarlijkse release, zo de wijziging eigenlijk, de jaarlijkse release september 2021. Nou, in 2022 is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook weer één boekje wat de verschillen aangeeft tussen de standaard 2020 en de wijziging, de jaarlijkse release 2022. Dus het is niet zo dat je drie boekjes van toepassing moet verklaren. De standaard plus de jaarlijkse release 21 plus de jaarlijkse release 22. Want dan weet je wel hoe het in 24 eindigt. Dan hebben we er vier boekjes bij. Nee, dat hoeft niet. Die 2021 versie zit verwerkt in de 2022 versie. Dus je hebt altijd maar te maken met de standaard en één jaarlijkse release, één wijziging op die standaard. Ik zie dat inmiddels de eerste vraag
al binnen is gekomen via de chat, maar we hebben er de voorkeur aan gegeven om eerst onze presentatie te doen en dan de vragen te beantwoorden. Dus ik hoop dat deze vraagsteller nog even geduld heeft tot het einde van deze presentatie, maar daar komen we zeker op terug. De evaluatie, Erik, ik geef het woord aan jou. Er is ook een evaluatie geweest van de release 2021, onder andere met de gebruikersgroep. En de gebruikersgroep is positief over de jaarlijkse release. Teksten zijn sneller beschikbaar, de systematiek is wat actueler, dus CRW helemaal goed. Maar goed, de gebruikersgroep zou de gebruikersgroep niet zijn als ze ook wat kritische noten hadden, en die hadden ze. En die wijziging die is automatisch van toepassing na een half jaar. Maar hoe ga je erom met een jaarlijkse release? Ik ben begonnen met een bestek, ik ben met de 2021 bezig, dus er komt een release 2021. Mag ik hem dan afmaken met die 2021? Nou, het antwoord is alvast ja, dat mag. Je kunt gewoon met de 2021 dan het bestek afmaken. Dat hebben we ook getackled door lid 3 van 010101 te laten vervallen. Maar daar komen we straks even op terug. Ze hadden ook wat verschillen gevonden tussen de publicatie, de PDF en de kennisbank. Dat klopt. Er is vorig jaar iets misgegaan met het publiceren naar de kennisbank. Dat hebben we gelukkig grotendeels kunnen oplossen. Maar het zal u niet verbazen dat ook dit jaar ging het niet helemaal lekker bij de publicatie naar de kennisbank. Dus de release 2022 is gepubliceerd, hij staat in de kennisbank. En we zagen dat er een aantal proeven ontbraken, bijvoorbeeld. Die hebben gelukkig dezelfde dag nog weer kunnen toevoegen, dus het is allemaal rechtgetrokken. Dus als het goed is, staat de release 2022 nu helemaal compleet in de kennisbank. De gebruikersgroep concludeerde ook dat de wijzigingen in 2021 redelijk beperkt waren. Ja, natuurlijk, ze waren de vijfjaarlijkse versie gewend, wat natuurlijk één keer in de 5 jaar uitkwam, met veel wijzigingen. Nu is er een jaarrelease. Ja, natuurlijk, dat bevat technisch gezien maar 1/5 van de hoeveelheid in het verleden. Dus ja, ze zijn nu wat beperkter, dat klopt. Dus hè, de wijziging 2021 lijkt dan wat beperkt en die van 2022 natuurlijk ook. Was er wat onduidelijkheid in de wijzigingen? Wat is er nu precies doorgevoerd? Beste CRW, kunnen jullie ons wat beter informeren? Nou, die handschoen hebben we opgepakt. Er is dit jaar wat meer informatie beschikbaar over de wijzigingen in de release. En ook de verschillen. En daar komen we straks nog even op terug, hoe we dat aangepakt hebben. En ja, we willen jullie nog wat beter informeren. Maar dat is niet altijd helemaal mogelijk. Maar we doen ons best en daar gaan we echt beter doen. Er was ook nog de vraag van de gebruikersgroep: kunnen jullie de wijzigingen niet zichtbaar maken in de kennisbank? Bijvoorbeeld met een kleurtje, dat is 2021, dat is release 2022. Maar dat antwoord is eigenlijk nee, dat gaan we ook niet doen. Waarom? De kennisbank bevat gewoon de gepubliceerde releases. Dit is het. We gaan er niet rare dingen lopen aangeven met wijzigingen. Nee, dit is de gepubliceerde versie, dit is hem. Wil je informatie over de wijzigingen, dan is daar een PDF voor beschikbaar en dan kun je die raadplegen. Dus informatie wel beschikbaar, maar niet in een kennisbank. Dan hebben we nog met de softwareleveranciers gezeten, Brink en Bakker en Space. Ja, ook daar is wat meer behoefte aan duidelijke afspraken over de jaarrelease. Wat mag nu precies wel en niet? Nou, omnummer werd al door Jacques aangegeven, dat is één ding, dat doen we zeker niet. Maar hoe gaan we nu precies om met het vervallen, de DAVI-codes, het verschuiven van teksten, wat is nu een wijziging? Ja, daar moeten we ook iets duidelijker in zijn, duidelijke afspraken over maken. Dus daarvoor zitten wij nu met de softwarehuizen aan tafel. Daarnaast is er dit jaar gelukkig geen XSD-aanpassing. Mede ook, die wil ik toch even bedanken, Bette Jager. Die heeft weer goed meegedacht. XSD-aanpassingen is vervelend. Waarom? Een XSD is eigenlijk het raamwerk van bijvoorbeeld wat er in RSX mag staan. Als je aan een RSX een stukje informatie toevoegt, dan verandert de XSD ook, want die moet kijken of de RSX helemaal compleet is. Dat hebben we in 2021 meegemaakt en dat gaf toch vrij veel problemen. Dus we proberen echt om bij een jaarrelease dat het gaat om een dataset en dat we dus geen XSD aanpassingen dat die nodig zijn. In 2021 konden we niet anders, want er was een foutje geconstateerd, dus die hebben we netjes aangepast. Maar dit jaar dus niet, dus is het puur een nieuwe dataset. Daarnaast hebben we nog met de CRW gezeten. Ja, en de CRW zegt ook van nee, die kennisbank, er moet inderdaad versie 2022, dat is de actuele versie, die moet je zien. Maar ik moet eigenlijk ook die jaarversie 2020 kunnen zien en eigenlijk ook dus de release 2021. Kunnen die allemaal afzonderlijk getoond worden? Nou, ja, dat kan.
Op het moment dat je naar de kennisbank gaat, dan zie je, kom je altijd in actueel uit. Dus je ziet dat plaatje links, daar kom je terecht. Dat is contracteren 2020, release september 2022. Wij nou op zoek naar de release 2021. En het valt niet heel erg op, maar naast het knopje actueel zit ook een knopje historie. En als je daarop klikt, kom je in die historie terecht. En daarin zie je alle oude publicaties, oude releases, oude jaarversies. Dus die zijn daar allemaal terug te vinden. Hier trouwens ook nog een keer vermeld, de gedrukte versie van de release, ja, daar is eigenlijk nauwelijks vraag naar. Dus die is er ook niet. Er zijn PDF's beschikbaar, wil je die afdrukken? Prima. Maar er komt vooralsnog geen gedrukte versie. Even een aanvulling op jouw verhaal. Ja. Ja, het is wel leuk om misschien even om te vertellen wat ik zelf ontdekt heb. Want ik ga ervan uit dat jullie allemaal straks in die kennisbank gaan kijken hoe het dan werkt. Maar dat RW, contracteren RW, wat als eerste lamel altijd staat bovenaan, dat is een bijzondere eend in de bijt. Want je ziet die twee veldjes, je hebt inhoud en historie. Maar wil je naar die historie van RW, moet je eerst klikken op contracteren. En pas daarna klikken Klopt. op historie. Ja. Want die historie die zit net iets anders in elkaar als de overige modules. Klopt Dus als inderdaad. je straks gaat proberen, dan heb ik je die tip in ieder geval alvast meegegeven. En voordat we gaan beginnen met de inhoudelijke wijzigingen, gaan we dit jaar ook weer een evaluatie doen, Erik? Natuurlijk zou ik zeggen, altijd. Ja, Dus dat dat betekent dat blijven doen. iedereen die opmerkingen heeft ten aanzien van datgene wat we Ja. nu gaan publiceren, bij ons terecht kunnen. Ja, en ook voor de gebruikers, mocht je nog foutjes zien in de kennisbank, geef het gewoon door, mail het naar helpdesk@crw.nl. Heel graag. Soms lijkt het alsof wij daar niets mee doen, maar nou, dat komt bij Bos het altijd op en dan gaan we in één keer gaan we die aanpassingen verwerken. Maar zie iets wat niet goed is, geef het door, helpdesk@crw.nl. Liever niet naar ons persoonlijk, hè? Liever niet. Oké. Dan gaan we kijken naar de inhoudelijke wijzigingen. Schuif de stoel maar even naar achter, want er komt wel even een brok informatie. Ook niet heel gedetailleerd, moet ik overigens zeggen hoor, maar de belangrijkste punten halen we er echt wel uit. Eerst even een overzichtje van alle hoofdstukken waar je in de jaarlijkse release 22 wijzigingen over kunt aantreffen. En ik ga ze niet allemaal oplezen, maar je ziet ze. Dat is soms wat meer, soms wat minder. We pakken voor zometeen de highlights eruit. Wat je hier natuurlijk in ziet, zijn ook al de hoofdstukken die in de release van 2021 stonden. Als je het verhaal hebt onthouden van het feit 2022 is 21 plus wat we daarna hebben bijgemaakt, dan zie je bijvoorbeeld hoofdstukken 25 en 28 staan, 47, die staan in de jaarlijkse release 2022, maar zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2021. Nou, als je gaat kijken in de jaarlijkse release 2022 en je zou het woord vooraf erbij nemen, dan krijg je daar al een stukje uitleg en dan zie je ook precies wat er nu wel niet en niet nieuw bijgekomen is. Erik zei al iets over 010101. Je had het over lid 03, maar we hebben ook iets gedaan met lid 02. En lid 02, dat gaat over hoofdstuk 01 heb ik het nu natuurlijk, maar dat hadden jullie wel door. Gaat het over het van toepassing zijn van normen. Zoals je weet zegt de UAV van als je normen van toepassing wilt verklaren op het werk, dan doe je dat in dat bestek. Nou, wij vonden dat in RW heel onhandig, want dat betekent als bestekschrijver dat je alle normen die je van toepassing zou willen verklaren, allemaal in dat bestek zou moeten vermelden. Dus er is een normenoverzicht, GWW, daar staan alle normen in die in onze sector bruikbaar zijn. En wij hebben gezegd in artikel 010102, alle normen die in dat normenoverzicht staan, zijn van toepassing zoals die geldt 3 maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. In dat normenoverzicht GWW staat bij de norm ook een jaartal. En dat is het jaartal waarin die norm is gepubliceerd. Als je nou goed leest wat hier stond, zonder de gemarkeerde wijziging die we dit jaar hebben toegevoegd, dat betekent dat eigenlijk dat die norm van toepassing is zoals die in dat normenoverzicht staat, oftewel met het betreffende jaartal. En daarvan hebben we geconstateerd dat dat om twee redenen niet wenselijk is. Dus hebben we daaraan toegevoegd, en dit is de gemarkeerde tekst, waarin deze standaard of in het bestek wordt verwezen naar een norm met een jaartal, is uitsluitend die versie van toepassing. Nou, dat ziet er bijvoorbeeld zo uit, is een willekeurige uitsnede uit een standaard. Je ziet hier een verwijzing naar een norm, in dit geval NENIEN 13285, en daar is achtergezet 2018. Oftewel, hiervan wordt altijd verwezen naar deze norm uit 2018.
Dus stel dat NEN volgend jaar besluit dat er een nieuwe norm moet zijn, dan komt dan in het normenoverzicht te staan NEN EN 13285 2023, want zo gaat die volgend jaar heten. Dan blijft toch die 2018-versie op de RAW van toepassing tot het moment dat wij dat gewijzigd hebben. En er zijn twee redenen om dat te doen. En de eerste reden is dat verwezen wordt naar een onderdeel van die norm. Pak ik toch even weer het vorige voorbeeld erbij, want je ziet dat niet alleen verwezen wordt naar deze norm, maar dat verwezen wordt naar het bepaalde in hoofdstuk 7 van deze norm. Nou, stel volgend jaar komt er een nieuwe norm. Datgene waar we naar verwezen staat dan ineens niet meer in hoofdstuk 7, maar in hoofdstuk 6 of 8 of 12 of misschien wel helemaal vervallen. Dan zou je dus al meteen een tegenstrijdigheid hebben, omdat we verwijzen naar iets in een nieuwe norm wat er niet meer is. Dus we hebben de afspraak gemaakt, we zetten daar het jaartal bij. Dat betekent dat deze norm, inclusief dat hoofdstuk 7 wat daar op deze manier in staat, van toepassing blijft tot het moment dat wij dat wijzigen. Nou, wij zien bij CORW dat die norm verandert. Dat zien wij in 2023. We kijken wat is de wijziging geweest binnen die norm. Als dat aanleiding is om de tekst te veranderen, hè, stel dat hoofdstuk 7 hoofdstuk 6 zou moeten worden, dan wordt de tekst veranderd, dus de verwijzing, inclusief het bijbehorende jaartal bij die norm. Dat betekent, als je een contract in de markt zet, dan mogen normen wijzigen voor wat ze willen. Maar in ieder geval blijft die norm zoals die gold bij het aangaan van het contract van toepassing. Dat is één reden. En de tweede reden is dat het een verwijzing betreft naar een productnorm. En daarvoor zie je achter mij even een stukje, of naast mij waarschijnlijk, even een stukje tekst verschijnen wat in het woord vooraf staat. Nou, dat heb ik al een keer genoemd. De meeste mensen slaan dat over als ze de jaarlijkse release bekijken. Maar lees hem echt even door. Er staan best interessante dingen in. Die productnorm, dat vormt namelijk de basis voor de CE-markering en voor de prestatienorm. De prestatieverklaring, de Declaration of Performance. En binnen de Europese Unie is de afspraak dat voor de CE-markering die normen van toepassing zijn die door de Europese Unie als dusdanig zijn gepubliceerd. En dat doen zij in, zoals dat heet, het OJEU, dat is het Official Journal of the European Union. Zeg maar wat wij in Nederland als staatscourant hebben, maar dat soort officiële publicaties in plaats vinden, doet de Europese Unie dat in het OJEU. En zolang een norm, ook een gewijzigde norm, niet is gepubliceerd in het OJEU, is die voor wat betreft de toepassing van de CE en die Declaration of Performance nog niet bindend. Dus daarom is het belangrijk om daar een jaartal bij te hebben, want er zijn een aantal gevallen al wel geconstateerd, bijvoorbeeld bij asfaltverhardingsrestaurant, dat er dus al wel een Nederlandse norm is, een aangepaste norm moet ik eigenlijk zeggen, waarbij dus de Nederlands Normalisatie Instituut de oude versie eigenlijk al als ingetrokken heeft gemarkeerd, maar die voor de CE-markering eigenlijk nog wel maatgevend is. Nou, bij die normen hebben wij ook het jaartal neergezet. Dat jaartal wordt gewijzigd op het moment dat in de Europese Unie, in dat OJEU, een nieuwe versie van dat norm wordt gepubliceerd. Wat ik er wel even bij wil vertellen, is dat de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd met betrekking tot de toevoeging van het jaartal, dat die niet afzonderlijk als wijziging in de jaarlijkse release zijn doorgevoerd. En dat is gewoon gedaan omdat dat toch wel een behoorlijke hoeveelheid is waarmee de omvang van de jaarlijkse release eigenlijk verdubbelt, terwijl er inhoudelijk eigenlijk geen wijziging is doorgevoerd. We snappen dat dat wel nou ja, wat onhandig zou kunnen zijn, hè? Want die wijziging wil je, de jaarlijkse release wil je ook gebruiken om de verschillen met 2020 te zien. Nou, binnen wat ik al gezegd heb, in de digitale versie in de kennisbank staat het allemaal al aangegeven. En wat wij doen, en dat is dan een stukje naslag wat ik nu alvast mee wil geven, is dat er een lijst beschikbaar is met welke normen dat betreft, zodat je wel in één oogopslag ziet, en dat valt best mee, dat blijft binnen één A4, dat je kunt zien welke normen er allemaal door CORW in dit kader een jaartal is toegevoegd. Dan Erik, had jij het over 010101 lid 03 is vervallen? Klopt. In lid 03 stond dat een wijziging op de standaard automatisch van toepassing werd een half jaar na het verschijnen. Nou, daar heeft de gebruikersgroep vragen over gesteld van ja, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Want je zegt, als ik in 2021 begin met een bestek, dan mag ik dat afmaken met die versie. Dat betekent ook dat ik resultaatsbeschrijvingen gebruik om mijn contract op te stellen. Die resultaatsbeschrijvingen uit die versie 2021, daar horen bepalingen bij uit versie 2021. Dan wil je niet dat je in één keer,
omdat dat boekje er is, andere bepalingen erbij krijgt. Nou, dat is een terechte opmerking geweest. Daar hebben we ook naar gekeken hoe we dat moesten oplossen. En de meest makkelijke oplossing daarvoor is om gewoon dat lid 03 te laten vervallen. Dat betekent dat je nu in deel 3 van jouw bestek altijd vindt welke bepalingen van toepassing zijn en dat er daarnaast geen bepalingen zijn, in dit geval dan via die wijziging, die automatisch van toepassing zijn op die overeenkomst. De versie wordt dus nu geregeld via de bestekschrijfsoftware. Als je daar een nieuw bestek aan maakt, krijg je automatisch de juiste versie daarin. Wat overigens dan deze wijziging niet wil zeggen dat het een vrijbrief is voor de bestekschrijver van nou, je bent niet meer verplicht die laatste versie te gebruiken. Nee, in het kader van onze gebruikersovereenkomst voor het gebruik van RW staat dat een bestek feitelijk geschreven moet worden met de laatst gepubliceerde versie. Oftewel, als wij nu een jaarlijkse release 2022 publiceren, en dat is een wijziging, dus het is een officiële verplichte versie, dan zou elk contract daarmee geschreven moeten worden. Deze maatregel is puur gedaan om ervoor te zorgen dat er geen tegenstrijdigheden ontstaan door het feit dat je met een oudere versie begonnen bent en ook zeg maar, de bijbehorende bepalingen van die oudere versie bij die resultaatbeschrijving wilt houden. Nog een wijziging in hoofdstuk 01, dat gaat over de bijdrage. Paragraaf of artikel 010802 en 010804, dat gaat over de RW-raamovereenkomst. Daar is een wijziging aangebracht in de hoogte van de maximale bijdrage. Voor een raamovereenkomst was die maximale hoogte gelijk aan een RW-bestek, zijn de €55.000 voor de raamovereenkomst. En wij hebben daar in overleg met de beheerraad, is daar een wijziging in aangebracht. Het maximum is teruggebracht naar een bedrag per jaar. We zijn uitgegaan dat de meeste overheidsopdrachtgevers een raamovereenkomst voor 4 jaar in de markt mogen zetten. Deel 55.000 door 4. En dan zul je zien dat je uitkomt op een bedrag van 13.750. Dus dat is het maximum bedrag nu per jaar. Dus als je een raamovereenkomst hebt voor 2 jaar, betaal je als maximale bijdrage 2 keer dit bedrag. Zou je een raamovereenkomst in de markt zetten voor langer dan 4 jaar, hè? Stel 8 jaar, in de nutsector zou dat bijvoorbeeld mogen, dan betaal je dus niet die 55.000 maximum, maar betaal je 8 keer dit bedrag, is 2 keer 55.000, €110.000 als maximum op de raamovereenkomst. Een andere wijziging in de bijdrage betreft de Fonds Fysieke Leefomgeving. We hadden in 2021 al aangegeven dat Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek zou gaan wijzigen in de loop van het jaar. Dat was ook iets wat per ongeluk al in de digitale omgeving in de kennismodule als dusdanig was terechtgekomen. Dus dat was een van die foutjes waar Erik het ook al over had. Niet helemaal de bedoeling, maar stond er wel zo in. Nu is het in ieder geval zo dat alles, zowel de bepalingen, als ook het bestek, als ook een registratieformulier enzovoort, allemaal de tekst Fonds Fysieke Leefomgeving vermeld. Ik maak een sprongetje naar hoofdstuk 50 en dat gaat over wegenzout. We hebben heel lang geen norm gehad voor wegenzout. Dat betekende ook dat de eisen die werden gesteld aan wegenzout, dat die in de RW waren opgenomen. Daar waren in een artikel een aantal eisen gesteld, in dit artikel overigens 50.46.01, een aantal eisen waaraan dat wegenzout moest voldoen. Nou, op enig moment is er een Europese norm verschenen. Rijkswaterstaat hanteerde zo ook nog zijn eigen eisen. Die waren nagenoeg gelijk aan RW, maar niet helemaal. En met name de producenten van wegenzout, die hebben gevraagd van, kunnen we dat niet beter afstemmen? Want het is natuurlijk heel erg onhandig als wij 3 soorten zout moeten hebben voor 3 verschillende sets aan eisen die er zijn. Nou, uiteraard, RW streeft ook naar uniformiteit, dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een NTA. En de NTA is een Nederlandse technische aanvulling. Wat betekent dat de norm van toepassing is. En daar op een aanvulling op die Europese norm zijn een aantal eisen specifiek gericht op de Nederlandse markt. En dat betekent dus ook dat de Rijkswaterstaat nu dezelfde eisen hanteert als die in RW staan. En dat in het artikel waar de eisen worden gesteld aan wegenzout door middel vast, nu uitsluitend nog verwezen wordt naar die norm met inachtneming van de bepaalde in NTA 8900.
Nou, we hebben onderscheid tussen vast doormiddel en vloeibaar doormiddel. Voor vloeibaar doormiddel zijn we nog niet zover, maar daarin werd wel verwezen naar het vorige artikel. Dus er werd in artikel 02 verwezen naar eisen die in artikel 01 stonden. Die verwijzing is eruit gehaald en daar is nu ook de verwijzing naar diezelfde NTA 8900 in opgenomen. En zo zie je toch maar weer dat we met z'n allen wel in staat zijn om dezelfde eisen te gaan hanteren. Ik denk dat dit een mooi resultaat is. Hoofdstuk 51. In hoofdstuk 51, het hoofdstuk groenvoorziening, is in 2022 eigenlijk niets veranderd. Waarom ik hem dan toch heb opgenomen, is dat er nog wel wat vragen zijn. Met name rondom de beplanting 51.4, die wij vorig jaar in de jaarlijkse release hebben opgenomen. En die waren aansluitend aan de bepalingen die we voor deelhoofdstuk 51.5 in de standaard 2020 hebben gewijzigd. En dan praten we met name over ziekte en plagen. Nou, daar waren niet zo heel veel vragen over, maar met name de nazorg, werkzaamheden, daar zijn nog wel de nodige vragen over gekomen, met name omdat de terminologie daarin veranderd is. Er werd in het verleden gesproken over plantgarantie en nu ging het in één keer over nazorg voor de oplevering en nazorg na de oplevering. En om dat toch nog even aan te halen en misschien iets te verduidelijken, hebben wij dit ook nu nog weer even opgenomen. Al was het maar even om aan te geven, waar komt het nou vandaan? Toen in 2017 die werkgroep bomen er was, toen was er eigenlijk een opmerking vanuit de opdrachtgevers dat ze na de aanplant van de bomen nog wilden dat die aannemer een aantal jaren onderhoud zou doen. Alleen dat was dan onderhoud na de oplevering. Ja, dan ken ik die UAV redelijk goed, dus dan zeg ik, ja, maar dat kan niet. Want de oplevering betekent dat we uit elkaar gaan, hè, einde overeenkomst. Dus dat betekent, ja, je moet het of binnen dezelfde overeenkomst doen, of je moet voor het onderhoud een aparte overeenkomst afsluiten. Nou, dat wilde men liever niet, toch wel graag in die ene overeenkomst. Toen is uiteindelijk de oplossing bedacht door de aanplant van de bomen en of beplantingen, zoals nu in 51.4 staat, als moment te beschrijven. Dus je hebt de oplevering van je aanplantwerkzaamheden en daarna heb je onderhoudswerkzaamheden. En die heette dan onderhoudswerkzaamheden na de oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Want zoals het eigenlijk altijd al in de standaard heeft gestaan, was de aannemer altijd wel verplicht om onderhoudswerkzaamheden te doen tot aan de oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Omdat hij ervoor moest zorgen dat bij de oplevering dat beplantingsmateriaal voldeed aan de staat, hè, waaraan zoals daar de eisen aan werden gesteld. Dus dat is nu gelijk getrokken voor zowel bomen als voor beplanting. En toch even nu opgenomen om die toelichting daar toch nog even op te geven. Mocht je daar nog specifieke vragen over hebben, stel die ook even aan onze helpdesk, zodat we daar nog wat over kunnen verduidelijken als je daar behoefte aan hebt. De volgende wijziging is hoofdstuk 52. En dan gaat het vooral over 52.5, waterbouw, asfalt. En je ziet, als je wat verder opleest, ook dit is weer afkomstig uit ons woord vooraf, dat er een nieuw deelhoofdstuk 52.8 zijn de funderingen ondergebonden bekledingsconstructies aan toegevoegd is. 52.5, dat is het deelhoofdstuk gebonden verkledingsconstructies. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. De bitumineus gebonden bekledingsconstructies, wat eigenlijk asfalt betreft, hè, bitumineus gebonden. En de kolloïdaal gebonden bekledingsconstructies, wat feitelijk meer geënt is op beton, hè, cement gebonden. Nou, dat laatste is niet gewijzigd, maar met bitumineus gebonden wel. Dus het is geen geheel herzien deelhoofdstuk, maar het is maar voor een deel herzien. Vandaar dat we in de jaarlijkse release ook niet het hele deelhoofdstuk hebben laten vervallen en vervangen door iets nieuws. Maar daarin zijn de bepalingen die betrekking hebben op bitumineus gebonden veelal vervallen en vervangen door nieuwe bepalingen die je terugvindt in de jaarlijkse release. Hiervan is een tevisielegging geweest. Dus zou je willen weten wat exact de aanleiding is geweest om deze wijziging door te voeren en waarom daar behoefte was aan dat nieuwe deelhoofdstuk? Ik denk dat het iets te ver gaat om dat hier uit te leggen. Ik zou zeggen, pak nog even op de website www.rw.nl die tevisielegging erbij. Daarin wordt door de betreffende projectleider altijd heel goed aangegeven wat exact de aanleiding is voor die herziening. We maken een sprongetje naar hoofdstuk 71. Hoofdstuk 71, dat zijn de sport, speel en recreatievoorzieningen. Nou, daarin zien we één aanpassing, die is doorgevoerd op verzoek van het NOC-NSF en betreft de
kunstgrassportvelden. Daar is binnen het NOC-NSF in de terminologie het een en ander veranderd. Wat je dus uiteraard terugvindt in de paragraaf begrippen. Waarbij ze ook geconstateerd hebben dat in RW feitelijk alleen maar over keuring werd gesproken. Maar certificatie natuurlijk een belangrijk onderdeel is. Hè. Iets moet niet alleen maar worden gekeurd. Maar het is juist belangrijk dat zo'n sportveld, wil het goed genoeg zijn, hè, wil het goedgekeurd zijn om inderdaad sportwedstrijden op te kunnen houden. Ook gecertificeerd zijn. Vandaar dat in de resultaatbeschrijving en ook in de bepalingen niet alleen de keuring, maar ook de certificatie heel nadrukkelijk is benoemd. En als laatste zijn daar eisen aan instrooizand opgenomen in de bepalingen. Daar werd verwezen naar bepalingen vanuit de NOC-NSF. We hebben samen met de NOC-NSF gekeken van waar verwijzen we dan precies naar. Nou, dat waren documenten waarnaar werd verwezen die ook niet altijd even goed beschikbaar waren. En toen is het uiteindelijk toch ervoor gekozen om de eisen zoals NOC-NSF die stelt gewoon één op één in de RW-systematiek op te nemen. En die vind je nu terug in 61-26. Hoofdstuk 81. Het hoofdstuk bitumineus gebonden verhardingen. Asfaltverhardingen eigenlijk, hè? Daar is altijd wel iets over te zeggen. Nou, in dit geval hebben we niks over 81.2 opgenomen, maar zie je wel 81.5 en 81.6 genoemd. En dan gaat het over emulsie asfaltbeton. Daarvan zijn in 2015 is het hoofdstuk emulsie asfaltbeton en het deelhoofdstuk oppervlakbehandeling gesplitst in twee afzonderlijke deelhoofdstukken. Eentje voor specificatie opdrachtgever en één voor specificatie aannemer. Achteraf gezien blijft dat niet zo'n hele gelukkige keuze te zijn geweest. Ook dat kun je weer terugvinden in de toelichting bij de teviezenlegging. En is er nu voor gekozen om dat weer in één deelhoofdstuk op te nemen. Overigens niet alleen maar daar, er zijn ook nog wel wat inhoudelijke wijzigingetjes zelf ook geweest. Die ertoe geleid hebben dat inderdaad 81.5 is herzien. Hoe hebben we dat dan nu voor jullie geregeld in de jaarlijkse release? Want we hebben natuurlijk twee deelhoofdstukken die er waren waarbij er maar één terugkomt. Nou, je ziet dat 81.5 is vervallen en vervangen door het deelhoofdstuk 81.5 uit de jaarlijkse release. En deelhoofdstuk 81.6 is in zijn geheel vervallen. En voor de zekerheid hebben we daarbij wel opgenomen dat wijzigingen die daaruit voortvloeiden in het deelhoofdstuk 81.5 een vervolg hebben gekregen. Anders zou daar mogelijk de verwarring ontstaan. En wat gebeurt er dan nu met 81.6? Ik zei net dat het gaat over emulsie asfaltbeton, maar bij oppervlakbehandeling hebben we in 2015 iets soortgelijks gedaan. Zal je dan ook niet verbazen dat we nu inderdaad bezig zijn om ook met oppervlakbehandeling te kijken of we die twee deelhoofdstukken die er zijn niet veel beter weer kunnen onderbrengen in één deelhoofdstuk. Daar wordt op dit moment naar gekeken en de verwachting is dat we dat in 2023 wel afronden. Of het ook al meegaat in de jaarlijkse release van 23, of misschien net daarna pas afgerond is, dan gaat het in ieder geval in 24 mee, maar weet dat ook dat wel iets is wat speelt. Genoeg antwoord geweest, Erik. Volgens mij wel. Tijd voor jou. Ja, eigenlijk het hele verhaal van Jacques. Die inhoudelijke wijzigingen, die kunnen natuurlijk ook gevolgen hebben voor de resultaatsbeschrijvingen. Nou, als dat zo is, dan zijn de resultaatsbeschrijvingen aangepast op deze wijzigingen. En die zijn inmiddels ook beschikbaar of worden beschikbaar gesteld in de software. Ik weet dat de gebruikers ook heel graag een overzichtje wilden hebben van al die wijzigingen in die resultaatsbeschrijvingen. Wat ons wel gelukt is voor de standaard, en dat lukt ons niet helemaal voor die resultaatsbeschrijvingen. Dus we kunnen daar uit onze software geen goed overzicht genereren van wat nu exact al die wijzigingen zijn. Ja, en als dat resultaat niet 100% is, dan zeggen wij van dan publiceren wij die nog niet. Hij is gewoon niet helemaal goed. We willen wel voor 2023 gaan we echt wel ons best doen om dat wel te kunnen genereren. Dus het is wel de bedoeling dat in 2023 er een overzicht gaat komen van die wijzigingen ook in de resultaatsbeschrijvingen. En uiteraard ook voor de catalogusbepalingen. Is voor dit jaar dus niet gelukt. Ik hoop dat het voor volgend jaar wel gaat lukken. Nou, dan komen we bij het stukje nazagwerken. Wat je hier nu ziet is eigenlijk de publicatie van de release 2022. Dat is daar gewoon een stuk tekst. Dat is de wijziging. Ja, wat is dan exact de wijziging? Daarvoor is een nazagwerk.
En het nazag heet ook volgens mij nazag met gemarkeerde wijzigingen, zo heet hij volgens mij ook. Maar daarin zie je exact welke teksten er gewijzigd zijn. Die zijn al geel gemarkeerd. Hier zie je een aantal gemarkeerde teksten, die zijn al gewijzigd. Is het artikel ook gemarkeerd, dan weet je dus van hé, hey, er is inderdaad artikel, bijvoorbeeld het laatste artikel Tilgrond, dan weet je hé, hey, lid 8 is toegevoegd Tilgrond. Dus daarin kun je wat beter zien wat is er exact gewijzigd in het artikel. En dit zijn de wijzigingen ten opzichte van de standaard 2020? Ja. Want we hebben ook al de vraag gehad van is er ook een bestand beschikbaar wat ook de verschillen nog een keer laat zien tussen 2021 en 2022? He, wat zou ertoe kunnen leiden dat je in 2024 één naslagwerk hebt met 4 verschillende kleuren bijvoorbeeld per jaar? Dat hebben we nog niet, maar we gaan wel bekijken of we dat kunnen maken. Ja. Dus al diegenen van jullie die die wijzigingen uit 2021 misschien al in de standaard hebben gemarkeerd, worden daar in ieder geval mee geholpen, zodat ze die kunnen overslaan. Ja. Dus we doen echt ons best om jullie steeds beter te informeren. Volgens mij is het ook een voortgaand proces, maar dat wordt steeds beter. En wat gaan we verder nog doen? Ja, de standaard RW-bepaling, de wijziging september 2022, hij is dus gepubliceerd. Hij staat op de kennisbank. Hij is ook terug te vinden op rw.nl onder documenten. En daar kun je eigenlijk alles terugvinden, de pdf'jes. Dus op rw.nl, daar kun je de pdf'jes terugvinden. En dan op naar 2023. Waar zijn we mee bezig, Jacques? Zal ik het vertellen? Ja. Ik zag overigens, als was het heel klein, je was toch nog even in beeld, Barbara. Ik laat het niet meer zien. Mensen hebben je vast al gezien. Waar zijn we mee bezig? Niet waar gaan we mee bezig, nee, waar zijn we mee bezig? Misschien gaan we ook nog wel met andere dingen bezig, maar in ieder geval sommen we even op de onderwerpen waar we op dit moment mee bezig zijn en waarmee je in 2023, dan wel als dat net niet gaat lukken, in 2024 teksten over mag verwachten. Nou, allereerst zijn we bezig met duurzaamheid in RW. Wat doen we daarmee? Dat is natuurlijk heel lastig om aan te geven. Hè? Duurzaamheid is heel veelomvattend. Maar we nemen het echt wel serieus. En we zijn echt aan het kijken welke initiatieven zijn er ook in de sector. Wat kunnen wij daarmee in RW? Wat hebben we in RW ook al met duurzaamheid? Hoe kunnen we daarover communiceren? Maar hoe kunnen we ook onderwerpen dingen aanpakken? We hebben nu nog een afzonderlijke catalogus bepalingen duurzaam inkopen. We gaan bijvoorbeeld bekijken in hoeverre we dat nog wel afzonderlijk als document willen houden. Of in hoeverre dat inmiddels wel zoveel gestandaardiseerd is en ingevoerd. Dat dat zeg maar onderdeel kan krijgen in de standaard zelf. Een tweede is een indexeringsregeling in paragraaf 0105. Die plaats hebben we daarvoor al meteen gereserveerd toen we de standaard 2020 aan het drukken waren. Dus dat is nu nog een lege paragraaf. De indexeringsregeling die van toepassing is, althans die nu mogelijk van toepassing kan worden verklaard binnen een RW-raamovereenkomst, die gaan we in ieder geval in de standaard opnemen. Met daarmee ook het feit dat de indexen ook door CROW zelf worden gepubliceerd. Daarvoor verwijzen we nu nog naar een website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, net als de indexen die we in het kader van de risicoregeling publiceren, willen we dat voor de indexeringsregeling ook doen. En we willen gaan kijken of het ook mogelijk is om een indexeringsregeling voor een RW bestek op te nemen. Want een indexeringsregeling, hè, wat betekent dat je vooraf prijzen gaat indexeren, wat vooral interessant is bij meerjarige onderhoudsbestekken. Dat kan heel goed bij een raamovereenkomst, omdat je de prijzen binnen een raamovereenkomst kunt indexeren en met die nieuwe prijzen nieuwe deelopdrachten kunt uitzetten. Met een bestek, bijvoorbeeld een meerjarig onderhoudsbestek, lijkt dat ook heel goed mogelijk. Hè? Dat je gewoon geïndexeerde prijzen kunt gebruiken voor het tweede en derde jaar. Maar administratief gezien zit daar nog wel iets meer haken en ogen aan. Dus dat moet nog even worden geslecht. En dan hopen we daar volgend jaar ook voor bestek en voor raamovereenkomst een indexeringsregeling te hebben. We zijn bezig met hoofdstukken kabel- en leidingwerk en gas- en waterleiding uit mijn hoofd 26 en 28. We zijn bezig met verkeersregelinstallaties, hoofdstuk 35. We zijn op twee niveaus bezig met houtconstructies. Houtconstructies heeft al heel lang hoofdstuk 44 als gereserveerd hoofdstuk. Hè, een beetje in het verlengde van betonconstructies en staalconstructies. De hoofdstukken 42 en 43 die al langer bestaan. Soortgelijk ook voor hoofdstuk 44.
Daar zijn we mee bezig, onder andere om alle eisen die we in zijn algemeenheid aan hout stellen ook daar op te nemen. En daarnaast zie je dat in de RW natuurlijk al heel veel gebruik wordt gemaakt van hout. Denk aan houten funderingspalen, damwanden, remmingwerken, geleidingwerken, sluisdeuren, noem allemaal maar op. En daar zijn we nu aan het bekijken, naar aanleiding van een verzoek uit de markt, of hoe we die resultaatbeschrijving met name, hè, wat voor eisen stellen we aan het hout, hoe vragen we hout uit als product, kunnen afstemmen op de actualiteit. En denk dan bijvoorbeeld aan duurzaamheidsklasses, kwaliteitsklasses, dat soort zaken. Dus dat is meer actualisatie van bestaande resultaatbeschrijvingen en bepalingen. En daarnaast een nieuw hoofdstuk 44 met algemene eisen die we aan hout of houtconstructies gaan stellen. Hoofdstuk 56, conserveringswerken. Hebben jullie misschien al iets van gezien? Want die ligt ter visie. Daarom staat dat er ook hier tussen haakjes achter. Die commentaarperiode is nog niet verlopen. Dus mocht je de behoefte hebben om daar nog eens naar te kijken, volgens mij heb je tot het eind van deze maand ongeveer gelegenheid om via het bijgevoegde commentaarformulier commentaar op dat hoofdstuk naar ons te sturen. En die zal dan definitief worden vastgesteld na de verwerking van het commentaar. En die zal volgend jaar ook in de jaarlijkse release worden opgenomen. Verder zijn we bezig met fundatielagen, hoofdstuk 80 en elementenverharding. En bij elementenverharding met name waterpasserende aan waterdoorlatende verharding. Of het nou en of en-of is, waterpasserende, waterdoorlatend. Volgens mij worden die termen wel een beetje door elkaar gebruikt, maar een van beide gaat het zeker worden. En dat is hoofdstuk 83 en daar loopt op dit moment ook al een werkgroep voor. En zojuist zijn we gestart met de inventarisatie naar straatmeubilair. Dat is toch wel een onderwerp wat we heel vaak horen als het gaat over de vraag: wat mis je nou in RW? Straatmeubilair wordt wel heel veel genoemd. Dus we hebben daar laatst recent hier bij CROW met gebruikers een inventarisatie gedaan. Wat verstaan we er precies onder? Hoe zou je dat dan willen? In welk hoofdstuk zou je dat dan terug willen zien? Enzovoort. Dus ook daar gaan we mee aan de slag. En er zal binnenkort ook een werkgroep voor worden gestart. Even nog de verwijzing naar de website www.rw.nl, waar je dit ook allemaal op terugvindt. De jaarlijkse release is hier straks te vinden, de naslagwerken zijn hier te vinden, maar niet alleen dat, ook laatste nieuws, RW-updates, cursussen, bijeenkomsten, thema's, RW'tjes, helpdeskvragen en nog veel belangrijker, de antwoorden daarop, alsmede eventuele vacatures die wij hebben, die vind je op deze website allemaal terug. Zoek je er nog werkgroepleden, Jacques? Zoeken wij nog werkgroepleden? Ja en nee. Straatmeubilair misschien? Ja, straatmeubilair is inderdaad wel een waar we nog wat zoeken. Ja, ik zeg ja en nee, omdat RW wordt paritair vastgesteld, opdrachtgevers, opdrachtnemers. We proberen dus ook altijd in eerste instantie via die organisaties, brancheorganisaties van opdrachtnemende partijen. Ook bij opdrachtgevers, bijvoorbeeld Unie van Waterschappen of ja, in de provinciale overleg, maar via die organisaties gegadigd te krijgen. Zodat ze ook weten dat personen zijn afgevaardigd door een organisatie en niet op persoonlijke titel daar zitten. Maar vaak is het heel handig om te weten wie is nou expert op dat gebied. En dan kunnen we personen ook voordragen om namens die organisatie zitting te nemen. Dus inderdaad, hè, als je zegt wegmeubilair, denk je van nou, daar weet ik wel wat vanaf en ik zou daar wel in een werkgroep willen zitten. En ik werk bijvoorbeeld bij een aannemer. Meld dat rustig bij ons. Dan zullen wij bekijken of het inderdaad mogelijk is dat jij bijvoorbeeld via Bouw het Nederland of via MKB Infra of via een andere brancheorganisatie die daar van toepassing is, zeg maar, de persoon te zijn die dan zeg maar, als vertegenwoordiger van die sector daar te zitten. Dat is goed dat je het zegt, Erik, want dat komt inderdaad nog wel eens voor. Ook die vragen vind je overigens wel terug op onze website, hoor. Dus als wij behoefte hebben aan werkgroepleden, dan is dit ook wel de plaats om die te vragen. ROE.nl. Ja. RW.nl. Erik, heb jij nog iets? Ja, even als toevoeging, ROE.nl. Registratie is heel eenvoudig, het kost niets. Werk je met ROE? Ik geef altijd als tip: registreer je gewoon. Kun je op ROE.nl, er staat echt serieus veel informatie. Dus neem eens een kijkje. Dankjewel. Dat was tot daarmee de laatste dia en ook het einde van onze presentatie.
Nou, waar we in ieder geval nog even op willen wijzen is, dit bestand vind je dus inderdaad ook op die website die we al een paar keer genoemd hebben en nu dus niet nog een keer gaan doen. Daar vind je het PDF-bestand van de standaard ROW-bepalingen. Je vindt daar het naslagwerk met in ieder geval de wijzigingen tussen de standaard 2020 en deze wijziging. Je vindt daar een Excel-bestand met de productnormen waar wij in de digitale versie in ieder geval al het jaartal aan toegevoegd hebben. En dan denk ik dat we eens even gaan kijken of Barbara nog vragen voor ons. Ik zie dat er wat vragen zijn binnengekomen. Ik zie ook de eerste vraag. Ik heb het boekwerk ROW-bepalingen 2015. Kan ik deze nog gebruiken? Ja, natuurlijk kun je die nog gebruiken. Ik zelf gebruik hem als schermverhoger. Goed, het nadeel is dat je dus iedere 5 jaar je scherm ietsjes hoger krijgt te staan. Maar ik denk niet dat dat is wat die vraagsteller hier bedoelt. Ja, de 2015. Het kan natuurlijk zijn dat een bestek gepubliceerd is begin 2020 en dat die dus nog gebaseerd is op de 2015. En als dat een langdurig contract is van 3 jaar, ja, dan is die ROW 2015 nog steeds van toepassing. Dus ja, in dat opzicht kun je hem natuurlijk nog steeds gebruiken bij langdurige contracten. Je zult natuurlijk die 2015 steeds minder tegenkomen. Ja, en er komt een moment dat je hem ja, helemaal niet meer tegenkomt. Ja, dan kun je overwegen het boek weg te gooien. De teksten zijn natuurlijk altijd terug te vinden op de kennisbank. Dus daar blijft de ROW 2015 altijd te raadplegen. Dan nog een tweede vraag. Oh, ik zou nog even willen aanvullen. Want de vraag is van, kan ik deze nog gebruiken? Soms moet je hem zelfs gebruiken. Want als ik een overeenkomst heb en ik lees in deel 3 van toepassing zijn de standaard ROW-bepalingen 2015, dan moet je die standaard Dan moet je die 2015 gebruiken. gebruiken, klopt. Moet wel een oud bestek zijn, maar het zou kunnen. En het is natuurlijk zo, op het moment dat je nu een nieuw bestek aanmaakt, dus voor de bestekschrijvers onder jullie, en dan wil je natuurlijk altijd de laatste regelgeving van toepassing hebben. Dus dan pak je echt altijd die laatste versie, dus de laatste release, de laatste jaarversie. Ga dus niet met een oude RAW een bestek maken, dat wil je gewoon niet. Je wil actuele regelgeving, je wil de juiste normen. En misschien sluit dat wel mooi aan op de tweede vraag die wij zien. Want die vraag gaat over dat vervallen van 010101 lid 03. Het automatisch van toepassing verklaren van die wijziging. De vraag is, moet ik in ieder ROW-bestek in deel 3 als bestekschrijver zelf nu handmatig de jaarversie van toepassing verklaren? Of doet de software dit automatisch voor mij? Het is zo, als je in jouw software een nieuw bestek aanmaakt, dan krijg je automatisch de verplichte versie als vermeld in deel 3 van jouw bestek. Dus als jij met de versie, als je nu de software gebruikt, die is gebaseerd op de jaarlijkse release 2020, dan staat er in deel 3 al van toepassing zijn de standaard ROW-bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022. Daar hoef je niks aan te doen, dat krijg je vanzelf. Waar je wel op moet letten, als je natuurlijk een ouder bestek gebruikt, en dan maak je weer een nieuw bestek van. Hè. Stel, je hebt een heel goed bestek, onderhoudsbestek van 3 jaar geleden en dat moet vernieuwd worden. En je denkt, ik pak dat bestek, ik kopieer het en ik maak het nieuw. En dan kopieert hij die bepaling ook mee. Dus wees dan wel zo slim en zo kritisch van, ja, maar ik wil eigenlijk wel die nieuwste versie gebruiken. En in dat geval zul je het zelf moeten aanpassen in deel 3. Maar de software regelt dat je standaard gebruik maakt van de laatste versie. Klopt. Je laatste gaat over doorzouten, de Ja, laatste vraag die ik daar zou waag ik zien. mij niet aan. Daar waag jij je niet aan, dan Nee. ga ik het proberen. Pieter van Dorp stelt de vraag. Bij de doorzouten staat geen jaartal bij de norm. Wat als er een nieuwe norm komt terwijl ik niet de laatste versie gebruik? En nou weet ik niet precies, Pieter, wat je bedoelt met de laatste versie. Bedoel je van de systematiek of van die norm? Ik ga er even uit van die norm, want er staat geen jaartal bij. Probeer ik het nog even uit te leggen, zodat ik denk dat jij de vraag gesteld hebt. Bij die doorzouten staat geen jaartal bij die norm. Dat betekent dat het geen productnorm is in die zin. En dat betekent dat het geen dat er niet wordt verwezen naar een onderdeel van die norm, maar naar de norm in zijn volledigheid. Die norm die op dat moment van toepassing is op het moment dat jij het bestek aanbesteedt, hè, zoals die luidt 3 maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving, dat is en blijft voor de totale looptijd van de overeenkomst de geldende norm. Stel nou dat gedurende de looptijd van de overeenkomst die norm zou wijzigen, dan is die niet van toepassing, want die is na de aanbesteding pas van kracht geworden. Dus dan geldt die niet.
Stel dat er een opdrachtgever is die zegt, ja, maar ik wil wel werken volgens die norm, dan is het gewoon een wijziging van de voorwaarden, dus zou het een bestekswijziging zijn als je met die norm gaat werken. In principe regelt het normenoverzicht en de bepalingen die we daaromheen geregeld hebben, dat van toepassing is de laatste versie van die norm, zoals die luidt, 3 maanden voor de uiterste datum voor het indienen. Dus alles wat daarna wijzigt, heb je niet meer mee te maken in jouw contract. Ik hoop dat dat voldoende is. Zo niet, Pieter, dan vul het nog even aan. Ik zie dat Barbara er overigens iets heeft bijgevuld. Ik weet niet of dat betrekking op deze vraag. Lijkt me beter om de jaartallen in de standaard erbij te zetten van de dan geldende versie. Anders moet elke bestrijdschrijver alle normen in de standaard nalopen of de verwijzing nog klopt bij een niet recente versie. Ik zie dat meer als een tip dan als een vraag. Gaan we zeker naar kijken. Alleen, er staat natuurlijk in het normenoverzicht GWW, staat altijd een jaartal, dus dat jaartal geldt in principe. Ik zie, antwoord is voldoende hoor. Maar Jacques, we gaan natuurlijk alle vragen die jullie nu stellen, ook die in de vorige Oh ja. sessies gesteld zijn of die in de komende sessies gesteld worden, die gaan we nog netjes beantwoorden. En iedereen krijgt na afloop, op het moment dat we alle sessies gegeven hebben, krijgt iedereen een overzichtje met alle vragen en antwoorden. Dus die wordt jullie toegestuurd. Dat lijkt me een mooie afsluiter, Erik. Ja. Want ik zie verder een leeg scherm vragen. Dus er zijn geen verdere vragen meer. Dan wil ik jullie bij deze, ook namens Erik en namens Barbara, hartelijk bedanken. En graag tot de volgende keer.